Ik snap het echt niet. Nu noemen we het licht het in één keer weer wel. Er is dus net echt iets heel stoms gebeurd. En ja, je hoort het goed. Ik heb absoluut geen zin om een wedstrijd te gaan. Wie is er een knap paard? Ik heb trouwens mijn trui aan. Dan nu in de ring, Feline de Jonge. Daar is in de M17 eerste geworden. Hoi allemaal, super leuk dat jij een nieuwe video op mijn kanaal. Voor de verandering start ik de vlog eens bij mijn thuis. Sowieso al een beetje in de stemming te komen voor Vlogmas. Ik ga meedoen aan Vlogmas en dat ga ik doen van 1 december tot en met 31 december. Dus ik ga na Kerstmis ook nog door tot oudjaarsavond. En ja, ik heb vandaag, dus vanavond een dressuurwedstrijd M1, mijn tweede. Vorige week heb ik ook eentje gereden. Ik moet wat vandaag een paar dingetjes doen, dus het leek me leuk om jullie alvast een soort van mee te nemen. En nou, ook gewoon een beetje te laten zien hoe een vlogmasdag eruit ziet. Want die begint ook bij mij thuis en die eindigt ook weer bij mij thuis. Dus ik dacht, ik ga jullie gewoon alvast even meenemen. Ten eerste wil ik jullie alvast mijn nieuwe jas laten zien. Ik had op Instagram een poll laten zien. Het is een poll gemaakt van of jullie deze jas niet leuk of wel leuk vonden. Nou, iets van 93% zei dat ze hem wel leuk vonden. Hij komt van de Only en hij was echt maar 40 euro. En ik wilde heel graag een lange donkerrode jas. Dus dat is deze geworden. Ik sta op het punt om de deur uit te gaan. Ik heb al mijn spullen erbij gepakt. Echt heel veel. Let even voor de rest niet op de zooi. Dit is mijn surprise. Die heb ik gemaakt op het YouTube kanaal van Penny. En die ga ik aan de zus van Sjoerd geven. Die heb ik namelijk getrokken met loodjes bij hun thuis. En dan gaat die zweep mee. En hieronder ligt een halsertouw om hem, dus zeg maar, het is een piñata. Dus dan kan ze er tegenaan gaan slaan. Die hele tas zitten haar cadeautjes. In deze tas zit mijn wedstrijd outfit en mijn paardenwinterstaljas. Dat is mijn eigen tas met mijn laptop en alles erin. Dat is mijn tas met mijn camera's en opladers erin. Dat is mijn nieuwe kussen. Daarin ga ik ook een stuk vertellen in verband met nekklachten in Vlogmas. En in die tas zit mijn kleding en toiletspullen en zo voor bij Sjoerd blijft slapen. Dus ik ga vandaag weg en ik kom morgenavond weer terug. En dit is alles wat ik moet meenemen. Dus ik heb mijn auto even beneden op de stoep gezet. Want ik parkeer iets verderop omdat ik hier niet kan parkeren. Dus ja, ik heb echt geen zin om echt super ver te lopen met al die spullen. Dan gooi ik hem altijd hier gewoon op de stoep. Dus dat ga ik eerst even doen. Even al deze spullen naar mijn auto brengen. Mijn auto is helemaal ingeladen. Weet je wat een beetje jammer is? Maar jas matcht niet met mijn auto. Kan natuurlijk niet. Nou, hier staat het lekker vol in ieder geval. En hiernaast zijn mijn tas. En ik ga eerst naar stal toe. Want ik moet vanavond natuurlijk met mijn trailer weg. Omdat ik pas om 7:45 hoef te rijden. En ja, ook in het donker. En ik zag eens laatst dat mijn achterlicht het van mijn trailer niet deed. En op zich, mijn linker achterlicht doet het wel, maar mijn rechter niet. En het is toch wel een beetje gevaarlijk om niet met heel goed werkende achterlichten te rijden. Zeker omdat er een paard in zit. En ik ben natuurlijk wel heel zuinig op Harley. Dus ik ga nu eerst even mijn trailer ophalen. En dan ga ik naar de garage rijden. En dan gaan ze even snel dat achterlicht vervangen of maken of iets. En dan rijd ik weer terug naar stal. En dan ga ik beginnen met Marley schoonmaken en knotten en dat soort dingen. Dus ik ga eerst nu langs de Albert Heijn rijden, want ik moet even eten halen. Even lunch voor heel de dag. En dan ga ik naar de garage rijden. Je ziet net zijn meter en zijn staf. Daar is Sinterklaas. Oké, ik ben net uit de Albert Heijn ontsnapt. Het was echt een gek huis daar, natuurlijk voor Sinterklaas. En ik heb echt best wel lang gestaan. Ik moest ook nog geld pinnen voor inschrijfgeld, zeg maar, vanavond. Dus het is 3:15. Ik wilde eigenlijk om 3:00 bij de trailer ding zijn. Het is 20 minuten rijden vanaf stal. Ik moet nog naar stal toe en ik moet ook nog een trailer aankoppelen. Dus ik ga te laat komen, zoals altijd. Dus ik ga heel snel opschieten. Wat prachtig weer afgemeten. Oké, nu even snel aankoppelen. Ik snap het echt niet. Nu doen we het licht het in één keer weer wel. Echt heel irritant dit, want het betekent eigenlijk dus dat ik weer niet hoef te gaan. Oké, dit is echt heel erg vervelend. Nu doen we de trailer ligt hier wel. Dus als ik naar de garage ga, dan ga ik er voor niks misschien. Misschien weer voor wel. Dus ik ga even kijken als ik wegrij of die het dan blijft doen. Dus jullie kunnen meekijken. Ik zet de camera even hier op. Loefa! Wil je ook op vlog? Hallo! Aangezien mijn trainer ligt het dus weer doet. En dit is Puk. Aangezien mijn trailer ligt het weer doet, heb ik dus besloten om toch niet naar de garage te gaan. Dus ik was in één keer ongeveer 2 uur vroeg op stal. Dus ik heb eventjes in de auto zitten chillen. En oh, ik moet even met één hand dit ding loskrijgen. En even met een moeder gepraat van een van die meiden die hier op stal staat. Over mijn opleiding. Misschien was ze dat ook gaan doen en zo. Die dochter dan. En ik heb net even mijn stal uitgemest. Ik had me eigenlijk voorgenomen om deze jas
netjes te houden. En dus niet op stal aan te doen. Want ik had dus speciaal mijn andere jas meegenomen om dat dus om te kunnen wisselen. Maar hij is zo lekker warm, dus ik wil hem aanhouden. En hij is zo lekker lang, want mijn benen zijn koud. Dus ik probeer nu deze jas niet vies te maken. Ik ga even mijn trailer leeghalen alvast. En dan pak ik hem morgen straks. En dan kan ik op mijn gemak zijn beentjes gaan wassen en zijn manen gaan knotten. En dan kan hij nog even een beetje chillen voordat hij in de trailer moet. Dus dat ga ik nu doen. Er is dus net echt iets heel stoms gebeurd. Ik ben trouwens even mijn spullen aanpakken allemaal. En ik heb ook weer even een tapeje om de ammomiculum zeg maar gedaan. Voordat ze dat weer moeilijk ook gaan doen. Ik doe 3 keer Sinterklaas hier dit jaar. 2 keer met Sjoerdse familie met beide kanten zeg maar. En 1 keer met Fabtastic. Dat is een groepsapp waar met heel veel vriendinnen. Die ook van YouTube weekje en zo. En dat noemen we dan Fabklaasje. En Lotte die stond in de winkel. En die kon dus niet op de pagina komen. Dus ze vroeg of iemand even de groepspagina wilde sturen. Dus ik stuurde zo de groepspagina. Maar ik was ingelogd op mijn account. Dus ik nam aan dat je dan niet mijn loodje kan zien. Maar dat was dus blijkbaar wel zo. Dus iedereen heeft nu kunnen zien wie ik getrokken had. Ik had namelijk... trouwens als deze video online komt dan hebben wij een vakplaatje nog niet gevierd. Dus ik ga het nog niet zeggen voor degenen die het misschien nog niet weten. Want ik heb daarna die link verwijderd. Want dat kan je natuurlijk tegenwoordig ook op WhatsApp doen. Binnen 7 minuten kan je een berichtje van jezelf verwijderen. Zodat niemand dat ook meer ziet. Dus ja, die link is verwijderd. Maar een stuk of 5 mensen hebben dus gezien met wie ik getrokken had. Dus dat is echt... Ik vind het echt niet leuk als je weet wie je getrokken heeft, zeg maar. Maar ik vind het echt heel stom. Ik vind het echt een fout van de site, hoor. Want als ik bijvoorbeeld een mailtje of zo, een link van een mailtje die ik gekregen heb, doorstuur naar iemand, dan is het toch ook niet de bedoeling alsof ze heel mijn mail door kunnen spitten. Of als ik bijvoorbeeld een link van een YouTube-filmpje of zo doorstuur op mijn account, is het toch ook niet de bedoeling dat iedereen in mijn gegevens kan kijken en zo op YouTube. Ik vind dat echt heel vreemd op loodjestrekken.nl. Ik vind het echt een soort van fout van de site. Maar goed, niks aan te doen. Ik ben nog niet eens aan mijn loodje begonnen. Ik heb nog geen cadeautjes gekocht. Het is pas 8 december volgens mij. Dus nee, ik ga even... Ik heb alle spullen uit mijn trailer gehaald. Ik ben nu spullen aan het verzamelen die ik nog niet meer nodig heb. Zoals hoofdstel, laarzen, cap en mijn zadel neem ik dan gelijk mee. Mijn zeep ligt al in de auto, want die heb ik natuurlijk nodig voor de Piata surprise van morgen. Dat was dus met Sjoerdse familie Sinterklaas vieren. En dan moet ik alleen nog daarna zijn poetskistje meenemen, maar die heb ik natuurlijk nog nodig, want ik moet hem nog helemaal schoonmaken en zo. Paardenkind! Ja, ik zie je wel omhoog kijken. Wel de verkeerde kant op. Maar, en weer snel verder eten. Is het gras lekkerder onder het stroomnet? Volgens mij staat dat stroomnet ook echt niet aan. Living on the edge, maar. Living on the edge. Hallo. Hoe gaat het met jou? Ik heb niks. Ik heb geen snoepjes. Oh, we gaan op wedstrijd. Heb je er zin in? Waarschijnlijk niet. Ik namelijk ook niet. Kom, ga mee. En ja, je hoort het goed. Ik heb absoluut geen zin om op wedstrijd te gaan. Ik weet niet wat het is. Maar gewoon nu we M1 rijden, ben ik zo zenuwachtig elke keer voor een wedstrijd. Omdat ik gewoon nog niet echt het gevoel heb alsof we er klaar voor zijn. En ja, ik een beetje gewoon... Ik probeer winstpunten te sprokkelen. En sowieso, ik ga echt pas over naar de M2 als we een perfecte M1 proef kunnen rijden. En oefeningen en M2 ook al klaar voor zijn natuurlijk. Maar ik ben gewoon te bang. Ik vind het niet erg om verlies te rijden. Nou, niet verlies te rijden, om geen winstpunten te halen. Maar ik vind het gewoon zonde van de tijd en het geld en de moeite. Om dus dan de proef te hebben gereden. En te knotten en daarheen te rijden en alles en zo. Want ik had zoveel meer op zo'n dag kunnen doen als ik dus dan niet was gegaan. Dus dat is eigenlijk altijd meer... probleem. En de jury die ik nu heb, ik hoop dat je, waar ik niet zo heel erg, maar ik hoop dat je me toch overstaat. De jury die ik nu heb, die ik ging haar opzoeken op internet en ik zag dat ze een B-wedstrijd had gejureerd en daar had best wel hoge punten iedereen. Dus ik dacht van, oh nou, goede jury, hè, die geeft tenminste punten. Toen ging ik dus even nog verder zoeken of ik iets van een M-wedstrijd van haar kon vinden. Kom paard, ja, ik wil niet in de modder lopen. Moet je plassen. Dus nou ja, ik kan dus een M-wedstrijd van haar zoeken. En toen van de 15 starts of zo, hadden maar 6 of 7 hadden een winstpunt. Dus dat was weer vrij streng. En toen ging ik aan, toen stuurde Romy Huisman mij een appje. Want ik zag dat je in hetere start bij Meneesje de Fruithof. En een paar klanten van mij, een klant van mij, meisje die ze les geeft, die startte ook. En dus ik vroeg ze, oh nou weet je, ken je toevallig de jury? En toen ging ze dat even, ja zei ik dat zo. En toen zei ze, nou volgens mij heb ik zelf nog nooit een winstpunt gereden bij die jury in het M. Dus ik ben benieuwd. Ik heb natuurlijk al vorige week ook 2 winstpunten gereden, wat ik ook niet had verwacht. Dus ik weet echt niet, ik heb er echt geen zin in. Maar goed, ik doe het maar gewoon, is goed voor me. Uit mijn comfortzone.
Nou, ik ga paardje even door de modder heen slepen. Wie is er een knap paard? Ben jij dat? Oh, je bent zo knap, hè? Oh, ben je mooi met je mooie knotjes? Je witte beentjes? Ik heb het popje helemaal klaargemaakt. Ik wilde eigenlijk tussendoor nog een beetje filmen. Alleen de accu van mijn camera is leeg. Ik heb dus blijkbaar niet genoeg opgeladen. Dus ik heb hem hier nog eventjes aan de accu gehangen. Popje is de hele tijd heel lief. Of hij is heel erg blij. Of hij is aan het slapen. Werkt volgens mij een beetje ontspannend als ik hem aan het knotten ben. En ik heb ervoor gekozen om vandaag 9 knotjes in zijn manen te doen. Normaal doe ik er 7. Maar zijn haar is gewoon echt heel erg dik en lang aan het worden. Dus ja, die knotten worden echt tennisballen als ik er 7 maak. Dus ik heb er nu voor gekozen iets meer te doen. Het ziet ook een stuk netter uit. Voor zit een knotje. En ik heb hier zo al mijn spullen liggen. En ik laat zijn eigen dekentje even op. Want het is best wel koud buiten. En hij moet ook best wel lang op de trailer wachten. Dus ja, dan heeft hij gewoon lekker een warm dekentje om in plaats van een dun vliesdekentje. En hij gaat ook gewoon zo de trailer in. En op zich, hij is toch onder zijn deken toch niet vies. Dus het is niet of ik daar uitgebreid hoef te poetsen of zo. Ik heb zijn beentjes wel gewassen. Dat was wel even nodig. Ze zijn heel mooi wit. Ik gebruik trouwens deze shampoo. Gewoon die Mane & Tail die je bij de kruidvat kan kopen. Die je ook voor mensen dus kan gebruiken. Dus ja, en het voordeel van ze, dat hij net bij de hoefsmid is geweest, dat ze hoefjes ook gelijk heel mooi zijn. Want Marley heeft altijd hele vieze hoefjes. En jullie zien ook dat het spleetje bij zijn hoef bijna helemaal weg is. Dus het is de laatste keer dat hij op ijsjes kan. En dan kan hij er weer lekker afgaan voor het winterseizoen in ieder geval. Misschien gaat hij weer ouder seizoen erop. In verband met gras en stiften draaien. Nou, we hebben nog ongeveer een half uur. 3 kwartier. Dus hij kan lekker op stal staan. Kan nog even wat hooi eten en een beetje chillen. De stal is ook al gemest, dus je kan niet meer vies worden. Ja, gaan we dat even doen, hè? Oké, dit is echt kut. Ik heb dus even de lichten van mijn auto aangezet. Om het even te kijken. Nee, dit zit dus weer niet. Maar misschien ligt het wel omdat die clip dus open ligt en dat erop leunt. Ik weet niet, als Marley er eenmaal in staat, ga ik nog wel een keer checken. Maar ik word hier zo moe van. Het lijkt wel alsof dat licht van de trailer alleen maar aangaat als het licht is of zo. Als het in één keer donker is, dat hij dan niet meer doet. Maar ja, wel vreemd. Maaike en Fleur zijn net aangekomen op stal. Het is nu 6:10. Ik wilde ongeveer 6:15 weggaan, dus we hebben nog een heel klein half uurtje. Oh, nee, ik ga het licht uit. Ik ben niet meer te zien. Dus ja, ik heb eigenlijk nu niks meer te doen, want ik heb echt alles al gedaan. Dus ik heb ook mezelf alvast aangekleed. Ja, dat kan je nu zien. Ik heb trouwens mijn trui aan. Ja, het is echt precies dezelfde kleur als mijn jas. En super grappig met het Hoi Family logo. Ik ben echt verliefd op deze kleur. Ik heb dan ook nog navy natuurlijk erbij. Omdat navy over het algemeen de meest aangevraagde kleur is. Maar ja, de andere YouTubers hebben ook allemaal navy. Sowieso volgens mij iedereen die polo's heeft, heeft navy. En volgens mij hebben alleen Leanne en Jill hebben ook winter merchandise. En dat is ook allemaal navy. Dus ja, ik wil niet alleen maar navy doen. Maar ik wil ook weer geen navy doen omdat iedereen het heeft. Omdat navy uiteindelijk wel de meest verkochte kleur misschien is. Maar ik heb echt mega veel reacties op deze kleur gekregen. Dus dat vind ik echt super tof. En ik heb natuurlijk die trui dan ook nog in het grijs voor degene die mijn Instagram volgt. En volgens mij is die video, ik weet niet of die video online al is geweest. Of dat ik alles laat zien. Maar goed, ik ga even mijn haar alvast doen in een knotje. Dat ga ik eerst even doen, dan hebben we dat alvast gehad. Paard staat erin en wellicht doet het weer. Ik weet niet wat het is hoor. Maar ja, gelukkig doet hij het weer. Oké, je ziet helemaal niks. Maar we zijn dus aangekomen. Fleur, zwaai even. Je ziet echt niks. Maaike ook. Nou, daar staat Maaike en Fleur. We gaan eventjes inschrijven. Ja, ben ik. Geld. Ja, inschrijf geld betalen en even chillen, want we hebben nog best wel lang. Oké, nou, ik heb natuurlijk deze witte spray. Die heb ik al eerder in mijn video's gebruikt. En Marley die poept altijd in de trailer. Dus daarom ga ik zo een beetje doen. Dit is natuurlijk die broek die helemaal kan openritsen van QAP. Zodat je niet helemaal moeilijk een broek over je voeten heeft of uit te doen. En natuurlijk ook op je paard kan doen. Ik doe het even zo. Tadaa! Bam, 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 bam. En een schone witte broek. Dan doe ik erin Elise ten Bos, gereedhouder Feline de Jonge. Elise, je mag beginnen. Je moet nu wel eigenlijk opschieten. Maar ik heb er moeier niet mee. Ja, maar het is zo. Ze moet opschieten. Zie je Marley's ass in beeld? Dan nu in de ring, Feline de Jonge, gereedhouder Chantal. Feline, je mag beginnen. I know you've been down thinking about him again.
know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You, you. En ze gaat zo de tweede proefje rijden. En daar zo staat Maaike in het natuurlijke habitat. Maaike vindt het namelijk geweldig om voor te lezen. Ik kan deze camera niet stilhouden als ik een beetje aan het lachen ben. Dan nu in de ring Feline de Jonge, gereed houden Maaike van Schijndel. Feline, je mag beginnen. Terwijl Fleur Marlies krukjes eruit aan het halen is, dus daar ben ik heel blij mee, zal ik even met jullie nog een beetje nabespreken. Ik vond de test oké gaan, niet fantastisch, en hij kakte gewoon de tweede helft van de proeven steeds best wel in. Ja, overgangenpaar niet zo heel mooi en nou, op zich is ook een paar keer in het verruimen niet zo fantastisch zoals hij wel in de training kan doen, maar goed hè. Hetzelfde momentopnames. Maar toen is prijsuitreiking, dus ik zei tegen Maaike, film het voor het geval dat als ik eerste word en als, wat ik waarschijnlijk niet word, en anders gooi je het alsnog weg. En toen in één keer van eerste prijs voor Feline met 182 of 180, ik weet dus niet meer. Maar ik ben dus twee keer eerste geworden, want dus is Maaike ook gearriveerd. Twee keer eerste geworden met 180, 182 dus. En er deden er 11 mee in het M, 1, alleen het werd zeg maar in groepjes gedaan. Paard. Werd zeg maar in groepjes gedaan van drie steeds. Dus ik ben dan eerste van de drie geworden. Ik weet niet wat die anderen allemaal gereden hadden. Dus, maar terwijl die andere twee gewoon ja, dressuurpaarden waren, waren. Dus ik ben echt super trots op Mar dat hij gewoon weer tussen de paarden twee winstpunten heeft gehaald. Zeker best wel strenge jury hè. Als maar als waarschijnlijk ik alleen winstpunten heb gehaald. Dus ik ben echt heel erg trots op papje. We hebben alles opgeruimd. Zijn knokjes zijn er dus uit. En het is onderhand 9 uur of zo. Dus... Nee, kwart over 9 volgens mij al. Half
10. Half 10 is het alweer. Ik kan geen pizza meer halen. Ja. Jawel, kan wel. Pizza. Ik wil jullie weer bedanken voor meegaan. Oh ja, en ik heb dus 2 rosetten gewonnen en mijn inschrijfgeld weer terug, 10 euro per proef, dus dat was heel tof. En die vrouw zei ook echt zo van, nee, blijf maar staan. Dus ik zo, oh, dus dan ben ik weer eerste geworden, anders moet ik niet blijven staan. Dus ja, heel tevreden over vandaag. Ik vond het leuk en Mar deed goed zijn best. En volgende week hebben we springen en die week daarna hebben we ook weer springen. Dus eventjes weer even geen dressuur. We zijn nu M1 plus 4, dus gaan we weer lekker verder trainen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video en heel graag tot de volgende keer weer. Doei doei!